leven, geniet van elke dag. Leef om te leven, dat doe je met een lach. Geniet van elk moment, al is het maar voor even. Doe wat je wilt en leef om te leven. Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze kookvideo. Ik ga voor jullie andijviestampot maken met spek. Alleen geen rookworst. Ben ik vergeten te halen. Dus, maar spek zonder andijviestampot zonder rookworst is ook altijd lekker. Dus ik ga jullie nu laten zien wat ik de ingrediënten. Ja. Die ga ik nu laten zien wat ik allemaal ervoor gehaald heb. Nou, de andijviestampot. Andijvie. Ik heb 250 gram. Bij de Albert Heijn. 1,09 euro. De spek. De stampot aardappelen. Er gaat nog een stukje blueberryboter in. Een stukje blueberryboter. En er gaat nog een klein scheutje melk in. Of een wel warm. Dat is lekker dus. Maar ja, dat gaat er allemaal door. Dus dat zien jullie zo meteen. Hoe dat gemaakt is en het eindresultaat. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Vergeet niet allemaal een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En als je dat nog niet gedaan hebt, het is volledig gratis. Iedereen denkt dat het geld kost. Maar een logisch abonnement, ja, daar ga je ook denken van, daar moet je voor betalen. Maar bij YouTube is dat niet zo. Dus mocht je deze video leuk vinden, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet een belletje aan te klikken als je op de hoogte wil blijven van mijn video's. Ik ben super blij met mijn 53 abonnees die ik nu tot nu toe gehaald heb. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken naar deze kookvideo. Tot zo. Nou, daar ben ik weer. Nou, het water kookt ondertussen. En doe ik heel voorzichtig die de aardappelen heb ik erin gedaan. Zo. Nou ga ik de spekjes te doen of in de pan doen. Zo. Ik heb er ook een beetje bak en braad bij gedaan. Alleen, eigenlijk hoeft het niet, omdat het spek ook al heel erg vet is. Dus, het is lekker voor de smaak bij de andijviestampot. Dus, moet ook eens nog voor doen. Nou, dat gaat even. Nou, dus de spekjes zitten in de pan, de aardappels,
die zitten in de pan. Alleen ik moet er even wat uithalen, want er zit een beetje te veel water in. Dus dat ga ik nu even doen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Nou, tot zo. Nou, de aardappelen zijn klaar. We zijn nu alleen nog even aan het afgieten. Of aan het water aan het afdruipen. De spekjes zijn klaar. Ja, ik heb ze iets door laten bakken. Dus dat, ja. En dan heb ik nog de melk, de warme melk. Warme melk die ik er doorheen ga doen. En een klontje boter. Dat ga ik erdoor doen. De andijvie gaat erdoor. En dan is het stampen maar. Ja mensen, ja, de eerste keer is het voor mijn andijvie stampot maken. En kijken of het lukt. En dan, ja, zie je het al. Zo. Ik ja, ga de aardappelen erin doen. Zo. Even de boter van de andere zijkant. De melk. Nou, de boter gaat erdoor. Dat heb ik er dan doorheen. Dus. Ja, nou ga ik even stampen. Dus. Ja, ik laat jullie zo meteen de eindresultaat zien. En ja, dan zien jullie zo meteen. Hey, leuk dat je nog steeds kijkt. Het eindresultaat. Ik zal het jullie zometeen wel beter laten zien. Tja, dat is mijn avondeten eigenlijk. Maar het is nu 2:15. En ik heb nu al mijn portie eten. Ik vind het op zich wel gelukt. Ja. Lekker spek doorheen, andijvie erdoor. En ik heb weer wat nieuws. Dus, nou, geef deze andijvie stampot maar zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En dan zal ik deze vlog, video afsluiten. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een volgende bakvideo of een kookvideo, avondeten video, wat je mag noemen. Dus ik ga hier afsluiten, ik ga het opeten en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Blauw duimpje.